Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe live complay hier op Black Ops 1. We zijn in Plane Game gepropt, het is free for op de map Nuketown. Normale Nuketown natuurlijk, niet Nuketown 2025. We gaan proberen dit game te winnen. Ik weet niet hoe lang hij al bezig is, ik hoop niet al te lang natuurlijk. En we staan 7 kills achter, hier is de eerste, alsjeblieft. We gaan proberen dit potje te winnen met de Olympia. De Olympia is een shotgun, zitten 2 kogels in. Met die 2 kogels moet je gewoon proberen de enemies te pakken natuurlijk. En als je ze niet pakt, dan ben je de lul. Dan mag je het volgende leven opnieuw gaan proberen. En daar is er een gespand. Hij zet meteen een claymore neer, zo te zien. Waar ga je naartoe? Alsjeblieft, jongen. Je ziet het, die Olympia is echt gewoon een kut shotgun. Maar we gaan gewoon proberen dit potje te winnen. We staan dit met nog 6 kills achter. En zoals je kan zien is het gewoon de oude Nuketown natuurlijk. Gewoon de normale Nuketown eigenlijk. Niet de advanced Nuketown, of hoe je dat ook wil noemen. Dus, kut camper, jij bent dood. We gaan gewoon proberen het potje te winnen. Het is altijd jammer als je in playing games komt. Dus je kan niet de enemies meteen inschatten. Omdat je eerst moet weten hoe ze spelen. Dus dat moet je dan meteen proberen uit te vinden. En what the fuck. Of de enemies zijn allemaal. Maar dan ik serieus allemaal aan het campen. Of ik ontloop ze de hele tijd allemaal. En ik denk dat het eerlijk gezegd het eerste is dat ze allemaal staan te campen. Want dit gaat toch niet goed zo. Kijk dan. Oh mijn god. Gaan we zo spelen jongens. Oh, wat een dildo's. Oké, ze zijn dus allemaal aan het campen. Dat weet ik al genoeg. Dan gaan we ze nu gewoon killen. Hij staat hier links. En nee, dan gaat hij nade gooien hoor. Hoe weet hij nou dat ik binnenkom? Are you kidding me, joh? Kut camper. Rot toch op, man. Fuck it, ik wil dit potje winnen. Die ligt in final stand. Dan krijg ik dus een assist. Want dan kan je niet killen. En hier spant er sowieso eentje. What the fuck? Zit hier nou serieus ook iemand boven? Dat meen je toch niet? Jongen. Hey, Pipo de Clowns, alsjeblieft, man. Ga even rondlopen. Doe het voor mij. Ja, jij bent al lul. Oh shit, naast me. Wacht, laat me even reloaden. Kom eens hier. Ik heb een hitmarker natuurlijk. Ik krijg weer een hitmarker. En jij bent al lul. Oké, UAV. Dan weten tenminste waar ze nu zitten te campen. Dat is 1. Poging. Ho, yo, gek. Tikke multi hier, oh. Nevelstrijk is ook binnen. Je spant er natuurlijk nog één. En jij bent al lul. Let's go. Snel even mijn napalmpje gooien aan de andere kant van de map natuurlijk. Zo. Count UAV in de lucht. Klik. UAV in de lucht. Klik. En dan kunnen we nu kijken waar alle campertjes zichzelf bezighouden en waar ze dus stil zitten. Zit er eentje daar helemaal onder. Kom eens hier jij. Kom eens hier. Kut, Arsix die achter me aan. Oké, let's go. Die enemies lopen ook gewoon allemaal met napalm strijken. Het lijkt net alsof als ik combat training aan het spelen ben, als ze dom zijn ze. Als je een napalm strijk inloopt, dus dat vuur inloopt, ga je alsnog dood. Dus het is niet zo handig om dat te doen. En die vent loopt zijn Arsix die te besturen. Dus ga dood. Dankjewel. Oh, kut, dan komt die Arsix die aan. Kom hier. Nee. Oh my god. Ik schoot er 2 kogels op, hè. En natuurlijk gaan alle 2 de kogels mis, omdat ik er natuurlijk weer op schiet. Jij bent wel de lul. Altijd inzoomen, want dan kan je verder schieten met zo'n shotgun. Want anders had ik hem nu niet kunnen killen. En fuck, ze zitten hier. Oh shit. Wat? What the fuck, jongen? Ik zag hem nog ineens. Ligt hij gewoon op de grond, man, die pissvlek. Hier, komt hij nog een keer aan, hoor, met zijn W2000. Wat een lul, man. Zo, de knetter. Ze weten wel hoe ze moeten campen in dit spel. Het is natuurlijk al een oud spel. En de meeste mensen zijn ook al lang gestopt met spelen en... Zoals je kan zien, blijven echt gewoon de campertjes over en... Nee! Are you kidding me? Zit die... What the fuck? Jullie zitten hier ook weer heen. Oh mijn god. We maken wel echt gewoon een dikke comeback hier. Maar niet de comeback die ik eigenlijk wil maken. Want dit is gewoon echt... Jongen. Ze staan gewoon letterlijk allemaal stil hier. Oh. Hier, Valkyrie Rockets. Oh mijn god, Valkyrie Rockets. Ik ken die dingen nog. Die dingen zijn ronduit geniaal om te gebruiken. Ik zal zo meteen bij de laatste 2 kills laten zien hoe je ze moet gebruiken en wat het inhoudt. Want nu eerst eventjes... proberen om killetjes te maken. En dan roepen we zo meteen voor de final kill roepen we die Valkyrie Rockets in. Want die dingen zijn echt vet. Eventjes mijn Count UAV'tje erbij. Zat er daar nog een helemaal achterin. Kom, vang die eens op. Ja? Nee? Oké, dan niet. Hij staat hier ook. Oh, daar komt hij. Alsjeblieft. Er staat hier natuurlijk ook nog steeds één boven. Die staat nog steeds in die badkamer hier ook. Ik weet niet wat hij hier aan het doen is. Maar volgens mij moet hij even een douche nemen of zo. Alsjeblieft, jongen. Hij had gewoon mijn wapen ook nog eens opgepakt. Maar we maken wel echt een dikke comeback zoals je bij het scorebord kan zien. Maar het is natuurlijk een beetje jammer. Dat ze zo hard allemaal gewoon stilstaan als het ware. En nog 2 kills dan heb ik het potje gewonnen. Dus ik maak hier 1 kill. Zo. En dan gooi ik nu gewoon mijn napalm eventjes buiten de map. Wat ik dan doe is ik maak de final kill met een Valkyrie Rockets. Kijk, dat is een rocket launcher. Die schiet je zo. En dan kan je zo gaan vliegen. Zo. En ik kan ook nog eens een booster in proppen. Dus ik ga nu gewoon proberen een enemy te killen daarmee. Kijk, daar loopt er een. Ik wil gewoon de camper killen. Kom eens hier, camper. Oh, kut. Er staat er een center. Oké, wacht. Ik heb nog een kogel. Dan killen we wel eventjes een makkelijkere persoon. Kijk, dan vlieg je zo. En dan staat er hier een. En dan boom. En dan heb je de final kill. Kabam boom beam.
We hebben een potje gewonnen, mensen. Een dikke, dikke comeback. En ik speelde met de Olympia shotgun natuurlijk. 30-6 mijn eindscore. En van de 8 mensen die erin zaten en mij er afgeteld 7, zaten er 4 echt gewoon nuls op daten te campen. 3 liepen rond. En nou, ik vind het allemaal best. Ik heb het potje gewonnen, dus dat maakt me niet zo heel veel uit. Fijne keuken met de Valkyrie Rocket natuurlijk. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken, mensen. Vergeet hem niet te liken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen. Bye bye, mensen.